Natuurlijk dat dit een voorstelling was. Ja. Nou, dat is het niet. Nee, ik zal wat vertellen. Dit is mijn wassalon. Ja, een wassalon. En weten jullie wat een wassalon is? Niemand weet wat een wassalon is. In een wassalon staat een wasmachine. En in die wasmachine doe ik de was draaien. En als de was gedraaid is, dan is het vies. Nee, wacht even. Dat is dan schoon. Schoon, ja. Zal ik wat vertellen? Zien jullie dit? Ja, en weten jullie ook wat dit is? Nou, even vingers omhoog. Ja, wat is dat? Ja, dit... Oh, nee, dat is geen blues. Ja, dat is wel een blues, maar ik zal het vertellen. Dat is het blues van de koning. Ja, van de koning. De koning belde me vanmorgen op en die vroeg... Flop, ik heb vanavond een heel belangrijk feestje. Wil jij mijn overhemd wassen? Nou, zei nou, dat wil ik best doen. Dus, bij deze, ik ga het gelijk in de wasmachine doen. Kunnen jullie kijken, is dat leuk? Ja. Of is dat niet leuk? Ja, dat is leuk, hè? Zo, weet jullie wat belangrijk is als je de was doet, als je een wit overhemd wast? Ja, dat je er geen rode sok bij gooit. Precies, jij begrijpt. Dat je er niks roos bij doet, want wie weet welke kleur het dan wordt? Roze. Wat? Ja, oh, ik dacht groen. Nou ja, roze is ook goed, hoor. Zo, stop ik het even in de wasmachine. Appa. Zo, oh, ik moet die er wel in natuurlijk. Even kijken, zo. Oh, wacht even, daar hangt nog wat. Even wachten. Zo. Oh, sorry. Zo, in de wasmachine, zo, zet hem aan. Zo, de was draait. Nou, dan zal ik even wat vertellen. Ik ben de beste wasser van heel de wereld. Ja, weten jullie wie ze was? Ik heb al heb gewassen. Wat zit je nou te zeggen, joh? Ik hoor het niet hoor. Ja, volgens mij zit hij maar wat te vertellen. Dat klopt niks. Is dat wat roos? Oh, daar valt iets roods. Nee, joh, dat kan niet. Nee, zo gek ben ik ook niet hoor. Nee, ik ben wel gek, maar niet zo gek. Of moet ik toch even kijken? Ja, ik ga even kijken. Oh jee. Ik ga toch even kijken hoor. Even kijken. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa. Kijk, er is niks aan de hand hoor. Hij is gewoon nog wit. Nee, er is helemaal niks aan de hand. Wat? Help! Nee, dat is niet. Oh jee. Ik denk dat het de verkeerde. Ik denk dat hij er nog in zat van gisteren. Wacht even kijken. Hoe een wit bloesje. Dat is toch verder liever fout gegaan, denk ik. Hadden jullie dit niet eerder kunnen zeggen? Nee. Oh, jullie zijn niet wakker? Nee. Dat is het hem. Oh, jullie zijn wel wakker? Ja. Waarom heb je al niks gezegd? Om mij te pesten zeker. Nou, maar nu heb ik een groot probleem. Vanavond heeft de koning een hartstikke belangrijk feest. En ik heb ze nog op de blouse roze gewassen. Oh, je mag niks aan doen. Ja, dat kan niet. Dat ziet hij. Moet hij even goed nadenken. Nee. Ik heb toevallig gisteren een oom. En daarvan een neef. En daarvan een nicht. En daarvan een zus. En daarvan een opa. En daarvan een oma. En daarvan een zusje gesproken. En die heeft mij het overtoek geleerd. Wacht, ik ga het even proberen, ja? Hocus! Spocus! Wis! Mis! Ik wil dat dit overhemd weer wit is! Zo, kijk eens, hij is gewoon weer wit. Nee! Goed. Hebben jullie een idee hoe we dat kunnen oplossen? Gewoon iets aan de douche pakken! Ja, en dan weer wat? Wat? Een andere kopen. Een andere kopen? Nee, dat ziet hij. Zullen we het anders met z'n allen proberen? Zullen we dat doen? Dan zeg ik. Eerlijk, ik doe hem even voor. Hocus, spocus, mis, lis. Ik wil dat dit overhemd weer wit is. Ja, kunnen jullie dat? Even oefenen. Hocus, spocus, mis, lis. Ik wil dat dit overhemd weer blauw is. Oh, wit is. Ja, dat wist ik wel. Even kijken of jullie wakker waren. Dus wit, hè? Oké. Gaan we het met z'n allen doen. En dan op je allerhardst, ja? 3, 2, 1. Hocus pocus. Wit. Jullie weten het niet meer, hè? Nee. Doe hem nog een keer. 3, 2, 1. Hocus pocus. Mis. Lis. Ik wil dat dit overhemd weer wit is. Zo, tada. Nou, nu is het gelukt. Ik ga weer naar de koning. Dag. Nee. Hij is gelukt. Dank u. Nog niet gelukt. Gewoon met het wissen en de wasstoffen. Wat zeg je? Met het wissen en de wasstoffen.
was. Iets wits in de was stoppen? Ja, witte kleding. Ja, dat gaat niet. Dat werkt niet. Oké. Wacht even. Ik heb het. Blijf zitten, hè. Niet weggaan. Blijven zitten. Niet weglopen. Ik zag het wel, hoor. Zo. Ho! Blijven zitten. Hoppa. Zo. Ah ja, hier is die. Even kijken. Oh, hier is de deur. Oh, dit is een gordijn. Zo. Kijk. Wie kan er al lezen? Ik. Ja, ik kan het namelijk niet. Ik kan lezen. Oh, ik zie daar een meisje wat kan lezen. Wat staat hier? Ik weet niet hoor. Hé? Goed zo. Een handleiding van de wasmachine. Weet iemand wie wat een handleiding is? Die misschien mevrouw in het groene ding daar. Ja, precies, daar staat precies in hoe een wasmachine werkt, hè? Zo, ga ik eens even bladeren. Hoppada. Ik heb het. Oké, allemaal stil, hè? Ik ga het vertellen. Was uw overhemd wit? Ja, die was wit, toch? Ja. Is hij nu roze? Druk dan op de zwarte terugknop. Maar pas op. Dit kan maar één keer. O jee. Jij hebt een rode neus gemaakt. Ja, ik heb een rode neus. Ja, dat klopt. Dan is dat die neus. Ja, precies. Zullen we hem anders in de wasmachine nog een keer stoppen? Ja. Stop ik hem erin. Zo. Hoppakee. En nu moeten we op de zwarte terugknop drukken. Zo, even met z'n allen tellen, want ik denk dat deze het is. 3. 2. 1. Oh, ik stoor het niet. Ik durf het niet. Ja, zo meteen oploft hij. Is er iemand die wil helpen? Kijk, ja, kom jij eens even hier. Wacht even blijven staan hoor. Blijven staan. Want ik ga hem even verstoppen, want zo meteen dan oploft hij. En dan, ja, dan kan ik niet meer optreden vandaag. Dat moeten we niet hebben. Oké, blijf staan. Als ik zeg dat ik verstopt ben, dan druk je erop. En dan tellen we met z'n allen van 10. Naar? Nul! Precies, jullie begrijpen het. Oké, doe maar. Begin maar met tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Klaar! Doet hij het al? Ja, ja, denk het. Even kijken hoor. Krijg hem niet op. Draaien, ja, dat doe ik. Ja, weet je wat we alles doen? Ga even staan met z'n allen. En dan spreken we af dat we op de plek blijven staan, ja? Dus we gaan zo meteen wat doen. Doen jullie mij na allemaal. Maar we blijven op de plek staan. We gaan niet lopen, we blijven staan. Goed? Oké. 3, 2, 1. Choo-choo-wah, choo-choo-wah, wah-wah, choo-choo-wah, choo-choo-wah, choo-choo-wah.
papa. Ja, strek je armen. Strek je armen. Vuisten maken. Een duim omhoog. Een duim omhoog. Schouders op. Je hoofd omhoog. Oh ja, hoog maar. Je billen naar binnen. En je voeten naar binnen. Voeten naar binnen. Choo-choo-wa, 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 wa-wa. Choo-choo-wa, 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 wa-wa. Op je plaats. Je plaats. Strek je armen. Oh ja. Je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. En duim omhoog. Duim omhoog. Schouders op. Schouders op. Je hoofd omhoog. Hoofd omhoog. Meneer, ik hoor bij de luidspreker. Doe ook mee. We moeten naar binnen. Nou, ga lekker zitten. Ja, het hebben we al gekregen. Hebben jullie het ook warm? Ja. Ja? Zullen we nog een keer kijken of die doet? Ja. Even kijken hoor. Hij rookt. Hij rookt een beetje. Nee, dat is gewoon stoom. Ik is rook. Zullen we hem gewoon nog een keer open doen? Ja. Tellen jullie dan mee? Ja. Doen we nog een keer van 10 naar... Nee. Naar wat? Nee. Oh, nou, ja, nou, sorry. Dat wist ik wel hoor, maar soms heb ik... Ja, ben ik niet zo slim, hè? Oké, okay, gaat ie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh jee. Hoppa! Ja, hij is open. Zo, de koning zal blij zijn. Zien jullie dat? Ja. Hij is niet meer roze, hè? Is hij nog roze? Nee. Is hij nog blauw? Nee. Is hij nog pimpelpaars? Nee. Welke kleur is hij dan? Nee. Nou, mag ik daar een... Nou, ga jij nou piepen? Mag ik daar een heel groot applaus voor? Nee. Oké. Okay. Zo. Nou, dan, ja, het is gelukt. Dus, nou, afgelopen. Als jullie nou willen, mogen jullie één voor één naar voren komen. Mogen jullie een ballon uitzoeken. En dan gaan we een ballon vouwen. Volgen. Ik moet hem nog pakken. Zijn echt niet.
De honden? Om niet iets aan te nemen van het gezin. Dus we hebben nog een lekker gezellig. En we gaan een tekstje lekker vinden. Als het poetsen wordt aangeboden, en zelfs als het poetsen wordt toegelaten, mag het niet aannemen van het gezin. Dit mag alleen aangenomen worden voor het eigen verleden.
We hebben vijf verschillende pijpen van. We hebben een stokaanval. Oké, er wordt gesommeerd. Maar de verdachte luistert niet. Draait zich om en probeert de hond weg te jagen met een stok. Deen is onverschrokken. En probeert deze persoon tot stilstaan te dwingen. En neem van mij aan, stilstaan doe je. Want op het moment dat dit op je seminaartje gebeurt, nieuwe stok. Is dat echt niet prettig. De hond zit helemaal in het werk en is op dit moment ook niet gevaarlijk. Tenminste, gevaarlijk voor een publiek. We lopen even langs het publiek om te laten zien dat de hond echt aan de bijten is en je mag hem zelfs even aanhalen. Je ziet dat Kane het heel erg naar zijn zin heeft, want ze staat stiekem aan het hele lief. Pootjes zitten op het been van de helpbreker. We zien aan de hond dat het best warm weer is. De verdachte wordt gefouilleerd om te zien of hij misschien wapenspijzen geeft. En de volgende draai is zonnebrandspray met nog een leuk klein geintje erachteraan. Echte Eusering 30, factor 30, dus dan kunnen we er even tegenaan van de zomer. En die valt, ja, op nummer 60. Nummer 60, kijk eens mee. Een zonnesprayje voor u. Poffert, hè? En dan hier nog een vaderdagpakketje. Black Onyx. Luchtje met shower gel erbij. Voor mannen. Een leuk vaderdag cadeautje. Nummer 16. Helemaal goed. We hebben nog twee mooie prijzen staan. En dan nu zit er weer een leuke keukenprijs bij. Mooie koekenpan, een soort bokpan, hakjespan met een dag schotels. Persiebonen met sakésaus staat er op nu vanavond. En die is gevallen op nummer 24. Kijk eens, jij kan gaan koken voor je moeder. Helemaal goed, alsjeblieft. En de laatste prijs van deze ronde is een heuse theeval staafmixer. Lekkere smoothies of andere dingen. Daar kunt u van alles mee maken. En die valt op nummer 84. Kijk eens, alsjeblieft. Dank u wel voor uw deelname. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de bordjes weer bij ons in te leveren? En wie weet, volgende ronde, nieuwe ronde, nieuwe kansen.